Wat heb je een goede bril, jongen. Holy shit, hé. Maar de zon schijnt helemaal niet. Waarom heb je dan een bril op? Oh. This is for all you people who wanted Guy back. Nee. Ik hoor je denken, wie is dit kind? Mijn neef Jeff. Nee! Dit is Guy. Ja! 5 jaar en een absolute legend. Ja. Niet zomaar een legend, maar een legend for life. En aangezien die laatst jarig was, geef ik hem vandaag elk uur een cadeau. Het is een cadeautje. Gewoon omdat het kan. Guy, laat ik even heel helder zijn. Mensen zeggen maanden dat ze weer willen dat wij eens gaan chillen. We hebben er scheid aan. Schaapjes moeten dood. Heb ik mijn ogen wit? Nee, schaal van 1 tot 10. Hoeveel zin heb je in vandaag? 0. Een beetje waarom het zo lang geduurd heeft. Guy heeft gewoon helemaal geen zin. Vriend van mijn vader heeft een hele dikke Porsche. Porsche? Ja, hard kan deze. 300. 300 kilometer per uur? Nee, 300. Ja, 300 kilometer per uur. Echt niet. 300. 300 kilometer per uur. Guy, jij was natuurlijk laatst jarig, hè? Elk uur krijg je van mij een cadeautje. Oké. Okay. Hier is de eerste. Hopen maken! Wat is dat nou, joh? Dat je een ballon moet prikken. Dat is leuk. Ja, die leg ik hier neer. En nu gaan we naar de tentje doen. Pop! Deze? Nee, oké. Okay. Zure matten. Wow. Eindelijk. Zure matjes. Lekkerij. Waar heb je zin in? Eerst kijken. Vind je niet eng? Nee! Mag het ook voor jouw ouders? Ja! Oké, we gaan eerst kijken. A few minutes later. Je weet je hoe laat het is. Tijd voor een nieuw cadeautje. Dan moet je toch gaan! Ik blijf hier. Ik heb dus een combinatie gemaakt van leuke cadeaus. En cadeaus dat je echt denkt, waarom geef je dit aan een 5-jarige? Dit is een topper. Alsjeblieft. Voor je verjaardag. Een echte ui. Maar ik lust geen ui. Zo, maar op de grond. Ja. Volgende tijd. Nee, we moeten nu weer een uur wachten. Ja. Weer een uur. Oh, terwijl we wachten op het nieuwe cadeau, heeft Guy een nieuwe hobby, namelijk drone vliegen. Of niet dan? Wel. Moet je een foto maken? Hij is nu al aan het filmen. Ik heb een nieuwe cameraman, dames en heren. Ah! Hij heet Guy. Zo, ik laat hem vallen. Hey. Hele grote spars. Ik zag hem, ik zag hem, dat die is het. Oké. Okay. Hey. Zo. Wow. Zo, oh, oh. Oh. Hier. Moet je ook weer naar voren. Keurig, Guy. Nee, dat is niet keurig. Doe jij eens een flip. Toen ik 5 was, speelde ik met fucking Duplo. Deze guy heeft gewoon een drone. Oh, pas op. Oh, maar je zit bij de buren in de tuin. Dit gaat helemaal verkeerd. Hè? Hij is gewoon gecrashed bij de buren. Hij heeft gewoon weer in de lucht gekregen. Hé, daar is hij. Heel netjes. Oh, hartstikke goed, vriend. Hé, wat doe jij, joh? Ik heb hem gewoon nog vast. Dat dacht je, dat het goed idee is. Ja. Nu ben je propeller kwijt. Lekker voor je. Oh. Oh. Alsjeblieft. Dank je. Wat denk je dat het is? Ik denk Lego of zo. Ja, het is Lego. Gaan we die zijkant doen. Wat is dat nou? Vouwtjes. Ik vind het zo mooi dat die niet teleurgesteld is. Er zat er maar geen Lego in. Het was een prank. Zullen we pingpongbal doen? Ja. Wat is dat? Dit. 2. Wauw, ik heb er veel! Guy, dit was nergens voor nodig. Wel. Wat heb je vandaag weer bij je? Broodje, pindakaas. Voor mij. Nice. Oh, dat is lekker, hè? Lekker. Ranzig. Vind je hem lekker? Oké, het is tijd voor even een leuk cadeautje. Ik geef hem deze. Kijk, Guy. Een gitaar. Oei, yo. Ik heb ook een gitaar. Kunnen we samen en dan ook zingen? Maar het regent. En het regent, zonne, stralen.
Een leuk cadeautje, toch? Ja. Zo. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo snel zijn verjaardagscadeau vernield heeft. Vond je het wel leuk? Ja. Soms zijn cadeautjes gewoon dingen die je kan krijgen, maar soms is het ook een ervaring. En deze ervaring van een gitaarslopen was vet leuk. Ja, en ik wil nog. Ik ga verder. Oh. Kie, hou je van paardjes? Ja. Hou dan bij paardjes. Je zou me vertellen wat we daarmee kunnen doen. Welke dingen? Met dat fluiten. Dat ga ik allemaal op jouw hoofd kapot gooien. Nee! Paardjes knuggen, lussen geen banaan. Is dat zo? Ja, die lussen appels alleen. Weet je dat Pippi Langkous inmiddels een heel oud, verrot wijf is geworden? Hoe oud is ze dan? Ze is nu misschien wel 50. Net zo oud als jouw moeder. Mijn moeder is niet 50. Mijn moeder is iets van 61. Een mannetje, een stoeldoende een man. En die doet zoals of een gangster met een vrouw erbij. Zo, jij kan snel rennen, hè? Wat is dat? Ben je een ijsje halen? IJsco! Je kan niet. Oh, oh. Kom snel, anders gaat hij weg. Zeg het maar, wat wil je? Aardbei met citroen. Kan je hem pakken? Wat krijg je dan? Mag ik? Oh. Goed zo. Wil je nog wat zeggen tegen de paardjes? Doei, doei. Doei, doei. Zijn klootkindje. Versta je niet? Ik zeg toch, Calvin is een klootkindje. Hoezo ben ik nou weer een klootkindje? Waarom? Hier kan ik denk ik wat zelf terug. Ik kan het niet zelf. Maar ben ik dan nog steeds een klootkindje? Nee. Dat dacht ik. Ja, doe maar weer een beetje deze kant op. Waar is hij nou? Daar. Auw. Bij elke seconde dat ik hem niet meer zie, ben ik bang dat hij gewoon weg is. Het boeit hem helemaal niks. In godsnaam niet. Wat doet hij? Waar gaat hij heen? Reageert het ook hierop zo, als je dit beweegt? Ik moet ineens het ding besturen. Stop! Niks doen, niks doen! Ga deze kant op een beetje. Zo. Mag ik hem? En nu landen, anders valt het in de sloot, dat is zo jammer. Wacht even, je moet iets meer naar boven. Iets meer hierheen. Stop maar even, komt de auto aan. Kies stoppen. Zo. Pak hem, pak hem! Hij ligt bijna aan de sloot. Nee, hij ligt bijna aan de sloot. Pak hem. Nee, pak hem. Ja, ik pak hem, ik pak hem. Zo, jij kan goed droom vliegen, hè? Oh ja, er is natuurlijk alweer een uurtje voorbij, hè? En is het een cadeautje waar je mee kan schieten? Het is wel zwaar. Het is wel. Nee, dit is gewoon een flesje vodka. Dus als je 18 wordt. Lekker! Nee. We moeten misschien even een keertje iets geven wat hij wel leuk vindt. Nog één! Weer? Omdat jij zo goed in Stef stuntpiloot bent. Zullen we het doen? Laten we het even doen! Wat? Is het er nu voorbij? Ja. Het is een cadeautje. Jij gaat het pakken, ik blijf hier zitten. Oké. Okay. Ik ben een koel, massa, Schumacher, patta, avituna, kap. Hé, deze dom ook. Meisje wil goed. Voor hoeveel jaar is dat? Dit is voor 3+, dus het is perfect. Nou, ik vind dat niet leuk. Kapot maken. Hey! Oké, hey! God! Hey! Kap! Hey! Kap! Doe je nou? Ik ben helemaal nat gespoten. Nou, het watergevecht is weer voorbij. Ga ik hier nou echt een kut cadeau geven, omdat hij mij nat gespoten heeft met die tuinslang. Ja, deze is wel toepasselijk. Wat is dit? Weet je wat erop staat? Nee. Temperamentvolle kinderen. Zo geef je het beste aan een gevoelig, intens kind met een sterke wil. Ik kan niet lezen. Nee, maar jouw ouders wel. Ik denk dat het goed is als ze dit boek even lezen. Zo, hey.
Altijd weer die camera's lopen. Doe nou even normaal. Doe nou rustig. Tijd voor een nieuw cadeautje, kinderen. Is er een uurtje voorbij. Maak maar open. Doe normaal, man. Als jullie dachten dat dit de echte reactie was van Guy, nou, dat is niet zo. De eerste keer dat hij het openmaakte, heb ik het even gefilmd met mijn telefoon. Dat was echt teleurstellend. Maak maar open. Hey, wat de fuck doe je? Je moet hem niet slopen. Wanneer ga je het volgende cadeautje? Over een uur. Je moet leren geduld hebben in het leven. 2 minuutjes. 59. 2 minuten. Je weet niet eens hoe lang 2 minuten is. 2 uurtjes. Ik vind het goed. Of 2 minuutjes. Je pak hem wel voor, ja? Cadeautje! Wat is dit? Oh ja, een camera. Toen ik zo'n klein dondertje was als jij, toen had ik dit. This is the worst thing I've ever seen in my life. Deze doen we hierin. Moet je zo kijken. Oké. Ik ben benieuwd hoe lang hij dit boeiend vindt. Wauw. Als je deze juist uithaalt, dan zie ik een rode kop van jou. En wat is dit? Dit is Call of Duty. Dat kan ik dus ook gewoon spelen. Nu mag jij. Dit is serieuze shit, hè? Zet hem op. Netjes, Ki! Zo. Dood. Maak een headshot. En dat kun. Oh! Headshot. Kietje, ik weet dat je Kaolo goed bent, maar ik heb wel een nieuw cadeautje voor je. En ik vind het Kaolo leuk. Hier. Ja, wat is dit? Dit is een Tamagotchi. In mijn tijd had je nog geen Call of Duty, had je nog geen Roblox, had je gewoon Tamagotchi. En een Tamagotchi is een soort huisdier. Tamagotchi moet je voeren, moet slapen, moet drinken. Ik ga lekker spelen. Het laatste cadeau komt over 1 uur. Maar kan dat wel schieten? Nee! Het mooie hiervan is, dit is daadwerkelijk iets wat hij graag wilde. Ik dacht, ik ga hem de hele dag gewoon volgooien met kutcadeaus. Uiteindelijk wil ik natuurlijk wel afsluiten met een cadeau waarvan hij denkt, oh, dit wilde ik graag. Kijk even om je heen. Wat een absolute teringzooi heb jij ervan gemaakt. Ja. Ja, die wou ik ook. Wat een scooter. Oh. Sorry dat ik je vandaag allemaal scheidcadeaus gegeven heb. Maar deze vind je wel leuk, hè? Ja. Nee. Los! Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!